Ik ben Jordi, ik sta hier op het strand, naast de Fanatic Falcon. Heb jij gekozen voor dit board? Hele goede keuze, je gaat er veel plezier van hebben. Zeker na deze video, waarin ik alles over de trim ga uitleggen. Bij de trim van het board kijken we naar drie verschillende onderdelen. De voetbanden, de mastvoetpositie en de fin. We beginnen bij de voetbalpositie. Je moet erop letten, de trim kan uiteindelijk iets persoonlijks zijn. Ik heb vrij lange benen en aan de hand daarvan ga ik uitleggen waar ik naar zoek in mijn voetbalpositie. Eigenlijk in alle boards, de 97, 115 en 140, dat zijn de boards die ik in mijn range heb, heb ik mijn achterste voetband altijd helemaal achterin. Daarmee krijg ik het lekkerste power in het board. Daarnaast, de voorste voetband hangt eigenlijk af welk formaat board het is, waar ik hem neerzet. Bijvoorbeeld in de 140 zet ik hem in het tweede gaatje van achter. Bij de 115 het derde gaatje van achter. En bij de kleine board helemaal voorin. Dat betekent dus, hoe harder de wind wordt, hoe breder de stance ik heb. Waarom heb ik met hardere wind een bredere stance? Dat brengt gewoon meer controle. Dus hè, hoe harder het waait, hoe meer controle je nodig hebt, hoe breder de stance ik heb. Ik ben 1,93. Mocht die korter zijn, kan het bijvoorbeeld zijn dat helemaal achterin en helemaal voorin te extreem is. Daar moet je zelf naar zoeken, maar het kan je wel helpen. En dan gaan we nu door naar de mastvoet. Mastvoet heb je eigenlijk in alle boards vrij ver voorin zitten. Hoe komt dat? Dat is niet omdat het board controleproblemen heeft, maar voor mijn gevoel haal ik het beste rail en trim uit het board als ik mijn mastvoet iets verder naar voren zet, gezien de bodemshape. Last but not least gaan we het hebben over de fin. Toch ook wel een heel belangrijk onderdeel om het maximale uit je board te halen. Bij alle Falcons staat in de cutout beschreven welke fin wij aanraden om bij dat gekozen model te nemen. Bij de 97 gebruik ik met een 5.5 de 32, met de 6.2 ook een 32, met de 7.0 een 33. Dan de volgende stap voor mij is de 115, die gebruik ik met een 36 met 7.0, een 37 met 7.7, een 38 met 8.4 en daarnaast de 140 voor wat minder wind met een 8.4 een 44 en met een 9.0 een 46. Abonneer je op ons kanaal, daar staan meerdere video's over het trimmen en tunen van je spullen, wat je zeker op weg gaat helpen. En hopelijk kom ik je zo snel mogelijk tegen op het water.